Stel je voor, een kind hier in België heeft een dringende hartoperatie nodig. Maar de chirurg die die kan uitvoeren, zit aan de andere kant van de wereld. Een oplossing die niet zo ver af meer is, is telechirurgie. Daarbij kan die chirurg van op afstand een robot besturen die de patiënt opereert. Maar het probleem is de snelheid waarmee de informatie tussen de chirurg en de robot wordt doorgestuurd. De kleinste vertraging kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de chirurg een onscherp beeld krijgt, wat grote gevolgen kan hebben voor de patiënt. En daarom hebben we nood aan ultrasnelle mobiele communicatie, meer bepaald 6G. Vandaag maken we al massaal gebruik van mobiele communicatie, of het nu wifi, bluetooth of 4G is. Maar omdat we steeds meer data rondsturen, beginnen te veel golven zich te vermengen, waardoor het wel eens kan mislopen. Een oplossing hiervoor is opschuiven naar hogere frequenties, want daar is nog veel ruimte vrij. Maar hogere frequenties betekenen kleinere antennes. En daar botsen we op een limiet. Want antennes werken vaak niet alleen. Ze worden gebundeld in antennenroosters. En om de signalen tot beide antennes te krijgen, hebben we voedingslijnen nodig. Maar hoe kleiner de antennes, hoe dichter die voedingslijnen bij elkaar komen te liggen. En dat is de kern van het probleem. Want de normale voedingslijnen, zogenaamde golfgeleiders, zijn te breed om de kleine antennes dicht genoeg bij elkaar te kunnen zetten. Dat zorgt voor energieverlies en slechte communicatie. Het doel van mijn scriptie was dus om die golfgeleiders kleiner te maken. Hoe? Door een doorsnede simpelweg te vouwen. En dat biedt heel wat voordelen. Het verandert niets aan het voorbewegen van het signaal, maar de golfgeleiders worden wel veel smaller. En dat verbetert communicatie enorm. Dit concept is op zich niet nieuw, maar ik heb wel, dankzij simulaties, een algemene optimale vorm kunnen vinden die de golfgeleiders zo klein mogelijk maakt. En het bleef niet bij die simulaties. We hebben de gevouwen golfgeleiders vervolgens ook gemaakt en met succes getest in het labo van de UGent. 6G is geen utopie meer. Steeds meer applicaties hebben duidelijk nood aan die nieuwe generatie van mobiele communicatie. En deze gevouwen golfgeleiders kunnen ons niet alleen een stap dichter brengen bij hartoperaties op afstand, maar ook bij de geconnecteerde samenleving van de toekomst.